nieuwe Massive Multiplayer online game uit de grond stampen doe je niet zomaar. Het is de eerste keer dat BioWare aan de slag gaat met het genre en dat dan meteen met een grote franchise als Star Wars. Kan BioWare de hoge verwachtingen waarmaken? Star Wars is al een wereldwijd fenomeen sinds de eerste film verscheen in 1977. Sindsdien is de franchise enkel maar groter geworden en ook nu spreekt het nog tot de verbeelding van velen. Wie droomt er dan ook niet van om zelf op avontuur te gaan in het universum dat Star Wars heet? Wanneer je van start gaat met de Old Republic kun je kiezen uit twee verschillende facties, de Republic en de Empire. Vervolgens kun je een klasse kiezen. Elke zijde kent vier klasses die vrij standaard zijn voor een MMO. Sommige vervullen de rol van een tank, terwijl weer anderen van afstand aanvallen of de focus leggen op het helpen en genezen van hun teamgenoten. Later kun je met elke klasse nog eens kiezen uit één van de twee specialisaties, waardoor er eigenlijk 16 verschillende klassen zijn met elk een vrij unieke speelstijl. We have returned. Bij het kiezen van een ras krijg je echter veel minder keuze. Mensen, Zabrak en enkele andere rassen zijn vertegenwoordigd. Maar waar zijn de Wookiees, de Ewoks, de Gungan of de talloze andere rassen die Star Wars rijk is? Je ziet wel flink wat verschillende rassen terug in de game, maar helaas zijn deze niet speelbaar. Eenmaal tevreden over je personage ga je van start. Vanaf het prille begin zul je meteen snappen dat de herspeelbaarheid van de Old Republic erg hoog is. De beschikbare klasses hebben namelijk ieder een eigen verhaallijn. Als je dan beseft dat het ongeveer 200 uur duurt voordat je het maximum level 50 bereikt hebt, weet je dat de game heel wat te bieden heeft. Veel originaliteit hoef je echter niet te verwachten. Vaak moet je van punt A naar punt B rennen om monsters af te slachten, een voorwerp te vinden of met iemand te praten. Rage gives us power. We will feed on vengeance. Until the Republic lies in ruins. De missies zijn misschien niet erg origineel, maar je hebt wel de mogelijkheid om zelf de afloop van heel wat opdrachten te bepalen. Of je nu vecht voor de Republic of de Empire, je kunt er steeds voor kiezen om mensen te redden of een mes in de rug te steken. Dit houdt de missie zeer interessant en het zorgt ervoor dat je een hechte band krijgt met je personage. Het verhaal draait namelijk echt om jouw personage. Jij bent de uitverkorene die alles tot een goed of slecht einde moet brengen. Je kunt in de Old Republic alle gevechten in je eentje doen, maar het is uiteraard leuker om met iemand anders de vijand te lijf te gaan. In zogenaamde heroïsche missies kun je samen met een vriend aan de slag om iets sterkere tegenstanders neer te slaan. Komt er een gesprek aan de pas in de missies, dan kunnen zowel jij als je vriend een antwoord kiezen. Vervolgens wordt er met een rol van een dobbelsteen bepaald welk antwoord er wordt gekozen. Niet iedereen is hetzelfde en dus kan het wel eens gebeuren dat je goede Jedi op deze wijze toch een kwaadaardige actie ondergaat. Very well. Then we die together. Tot nu toe is de gameplay van de Old Republic niet echt vernieuwend. Een van de meer vernieuwende aspecten is de toevoeging van crewleden. Elke klasse kent eigen crewleden die je bovendien kunt voorzien van verschillende wapens en uiterlijkheden. Bij een eigen crew hoort natuurlijk ook een eigen ruimteschip, waarmee je jezelf kunt verplaatsen tussen de 17 verschillende planeten. Tijdens het reizen kun je aan boord gaan van je niet al te grote schip om daar te praten met je teamleden of gewoon om wat te verkennen. Je schip is ook voorzien van wapens die je kunt inzetten tijdens speciale missies die zich in de ruimte afspelen. Ook de PvP-zones, waarin twee teams ze tegen elkaar opnemen, hebben heel wat te bieden. In totaal zijn er drie verschillende PvP-warzones beschikbaar. Deze warzones worden echter niet opgedeeld in levelgroepen, waardoor je als beginneling van level 15 al tegen volleerde spelers moet vechten van level 50. De game probeert mensen met een lager level te helpen, maar het mag niet baten. Je verliest stevast van iemand die vele levels hoger is, waardoor je eerste PvP-ervaringen vooral negatief zullen zijn. Dat brengt ons dan bij de endgame, die zeer belangrijk is bij MMO-games. De endgame is de hoeveelheid content die een game je te bieden heeft wanneer je het maximale level hebt behaald. Wie level 50 behaalt, kan namelijk aan de slag met extra moeilijke flashpoints, andere PvP-terreinen en heeft de optie om raids uit te voeren. Maar is dit wel genoeg om je bezig te houden? Het blijft voorlopig nog een vraagteken omdat te weinig mensen momenteel het maximale level hebben bereikt.
Star Wars The Old Republic is de natte droom van iedereen die zichzelf fan noemt van de franchise. De mooie verhalen, de levendige werelden en het knappe stemwerk zuigen je mee in een wereld vol fantasie. The Old Republic brengt misschien niet zo heel veel innovatie, maar toch is het maandelijkse prijskaartje waard. Dit is typisch een game die je oppakt voor 15 minuten en waarna je vervolgens merkt dat er uren voorbij gevlogen zijn.